Chanel. In deze video gaan we het hebben over nepwimpers en hoe ik ze voornamelijk aanbreng. Wat voor wimpers ik fijn vind om te gebruiken en wat voor stappen ik neem om uiteindelijk dit effect te creëren. Dus ben je nou benieuwd hoe dat ik mijn nepwimpers aanbreng? Dan moet je zeker even blijven kijken. Deze vraag, vooral deze aanvraag voor deze video, heb ik al zo vaak gehad. Ik heb er in het verleden ook wel eens een keer eerder video mee gemaakt, maar dat is echt kwaliteit op een gegeven moment. Dus ik dacht, oké, ik moet weer een keer een nieuwe variant maken. Het werd me ook echt vaak gevraagd. Alleen, het is wel zo dat ik dan echt een video wil maken waarvan ik ook tevreden ben. En daardoor heb ik eerst gewoon nog heel veel geoefend wat ik gewoon de fijnste manier vind om nepwimpers te gebruiken. Ik draag ze bijvoorbeeld zelf niet dagelijks. Dat is gewoon iets wat ik niet nodig vind per se. Ik vind het echt gewoon leuk voor iets speciaals. Maar ik heb er dus veel mee geoefend. Gewoon tips en tricks geleerd hoe dat ik het fijnst vind. En natuurlijk ook merken ontdekt waar ik het fijnst mee kan werken. Dan is er nog één stap die ik apart voor jullie gefilmd heb. Ik gebruik namelijk altijd een zwart oogpotlood om mee te tijdlijnen. Dat wil dus zeggen dat ik het aanbreng op de waterlijn aan de bovenkant. Om dat dus zwart te maken krijg je ook een natuurlijke effect naar de hand met je wimpers. En krijg je ook niet een soort van gaatje. Je kan er ook voor kiezen om eyeliner aan te brengen. Heb ik in deze video expres niet gedaan, want zo kun je beter zien wat ik doe. Maar dat is ook een mogelijkheid en dan lopen ze nog mooier in elkaar over. Dus ik stel voor dat we verder gaan naar het aanbrengen van de wimpers en dat ik jullie ga laten zien hoe dat ik dat dus het liefste doe. Voordat je natuurlijk je wimpers gaat aanbrengen, zijn er een aantal stappen die je even moet doen. En daar heb je de volgende producten voor nodig. Allereerst een wimperkruller, zodat je eigen wimpers goed omhoog gekruld zijn en dat ze ook dadelijk mooi meevloeien met de wimpers. Dus dat ga ik allereerst doen. Sommige mensen hebben al vrij gekrulde wimpers van zichzelf, maar ik vind dit altijd toch wel... Als ik het niet gedaan heb en ik vergeet het een keer, dan zie ik dat altijd gelijk terug in de look. Dus wimpers krullen is voor mij absoluut de eerste stap. Dan kies je natuurlijk uit welke wimpers je gaat opdoen. Ik ga deze Queen Tarzi Nora lashes gebruiken. Queen Tarzi is momenteel echt mijn favoriete merk voor nepwimpers. Het is ideaal dat het gewoon bij Issy Paris te koop is en bij Boozy Shop. En het is natuurlijk ook een Nederlands bedrijf, dus dat is natuurlijk ook super leuk. De Nora lashes zijn vrij natural, maar toch net iets voller dan een hele nude wimper. En dat is wat ik persoonlijk het mooist vind. Mijn voorkeur heeft het ook altijd als je aan de buitenkant iets uitloopt, waardoor je een beetje die cat eye krijgt. En dan krijg je toch iets meer diepte aan de zijkant. En ik gebruik dat ook graag in een ooglook. Dus kies ik er ook graag voor dat soort wimpers te gebruiken. Kijk gewoon even wat bij jou het fijnste werkt, maar dat soort type wimpers vind ik persoonlijk het mooist. Nou, ik heb de wimpers er nu dus uitgehaald. Dan is het altijd heel belangrijk dat je de hoekjes er nog afknipt. Dat is hier en hier steekt altijd nog een klein hoekje uit. Maar voordat je dat doet is het heel belangrijk om de maat op te meten. Dus ik pak de wimper vast. Ik leg hem op mijn oog, zodat ik hem eigenlijk ook dadelijk ga aanbrengen. Om te kijken of dat hij goed past. Nou, in mijn geval past het eigenlijk altijd wel prima. Ik hoef alleen de hoekjes weg te halen. Maar mocht jij wat kleinere ogen hebben, dan kan het zo zijn dat je hem een stukje korter moet knippen. Wees wel voorzichtig waar je knipt, zodat je niet de wimpervorm aanpast. Maar in mijn geval passen ze eigenlijk meestal vrijwel altijd. Ik moet alleen even de hoekjes eraf knippen dus. Dus hier haal ik een stukje vanaf. En aan deze kant haal ik er een stukje vanaf. Dan kun je als volgende stap twee dingen doen. De een vindt het wel fijn om eerst mascara aan te brengen, de ander niet. Ik vind dat persoonlijk wel fijn, dus ik ga zo meteen eerst een laagje mascara aanbrengen. Ik gebruik hiervoor de Bad Girl Bang Mascara van Benefit. En ik ga gewoon echt puur mijn wimpers even omhoog kammen. En niet zozeer echt heel veel mascara aanbrengen. Maar zo zijn ze en al gelijk gekleurd. En hoef ik dat niet naar de hand nog te doen. En staan ze omhoog. Dit is echt gewoon prima. Dan is de volgende stap natuurlijk lijm. Queen Tarzi heeft sinds kort ook een nieuwe lijm. Dit is de Lash Adhesive Brush On Fast Drying and Waterproof met castorolie. Ik heb trouwens beide lijms en allebei in het wit, oftewel transparant. Ik heb in het verleden ook wel eens zwarte gebruikt, ook gewoon van andere merken. Maar ik vind dat toch persoonlijk niet heel ideaal. En ik vind het eigenlijk ideaal dat het gewoon transparant opdroogt. Dus mocht ik bijvoorbeeld gevlekt hebben op mijn ooglid, waardoor mijn ooglook een beetje verpest is en het is zwart, ja, dan haal je dat gewoon bijna niet meer weg. En als het transparant is, dan is dat veel makkelijker om te corrigeren. Dus dat is mijn voorkeur. Deze nieuwe brush on heb ik nog niet geprobeerd. Ga ik in deze video dus ook gelijk proberen. Ik kan je wel vertellen dat ik de gewone Queen Tarzi wimperlijm al heel erg fijn vind. Dus mocht je sowieso nog op zoek zijn naar een goede wimperlijm, kan ik je deze sowieso aanraden. De nieuwe brush on heeft dus ook een kwastje, zoals je kunt zien.
Wat een stuk makkelijker is aanbrengen als natuurlijk een tube. Want dit kan je gewoon langs de wimper halen. En dat ga ik dus ook doen. Nou, ik heb hier dus de wimper. En wat ik ga doen met het kwastje is echt puur langs het lijntje. Dus je ziet, ik heb nu een heel subtiel laagje lijm aangebracht. Precies over de hele lijn van de wimper heen. En dit laat ik nu even drogen. Ik leg ze meestal ook naast me neer alvast van dit is mijn linkeroog, dit is mijn rechteroog. Zodat ik ook gelijk weet welke ik dadelijk moet pakken. En dan heb ik hier nog de andere. En hier ga ik dus ook een klein laagje lijm aanbrengen. Dus dit is eigenlijk ideaal. Tot nu toe enthousiast. Het aanbrengen van nepwimpers, dat kun je ook weer op verschillende manieren doen. Dat kun je natuurlijk gewoon met je handen doen. Maar ik gebruik daarvoor toch het liefst een pincet. Is net iets preciezer. Als ik het bij een ander doe, gebruik ik geen pincet. Want het is altijd wel een beetje tricky dat je niet bij iemand in zijn oog prikt. Dus vandaar dat ik dat liever met mijn vingers doe. Ik kan het op zich ook gewoon zelf bij mezelf met mijn vingers. Maar ik vind een pincet toch net iets handiger. Ja, ik heb deze al even een beetje laten drogen. Je ziet ook dat de lijm een beetje is opgedroogd. Wat ik nu ga doen, ik pak mijn pincet en ik pak hem eigenlijk gewoon zeg maar over het midden heen. En dan hou ik hem zo vast. Dan heb ik hier mijn spiegel. Die hou ik voor me. Dat vind ik persoonlijk het handigst. Ik kijk een beetje naar achteren. Ik pak de wimper en ik zoek eerst even van oké, hier is de buitenkant, daar is de binnenkant. En in het midden begin ik met plakken. Dan pak ik de buitenkant. Zodat die alvast goed zit. Want de binnenkant vind ik zelf persoonlijk het rottigst. En de binnenkant druk ik er ook goed tegenaan. Wat ik ook vaak doe is met mijn pincet alvast de voorste haartjes aan de binnenkant een beetje in mijn wimpers te duwen. Zo dus. Dit laat ik even drogen. Hier kom ik nu ook niet aan. Want anders kan het zijn dat hij weer loslaat. En ik ga ondertussen verder met mijn andere oog. Zodat deze ondertussen kan drogen. Oké, de wimpers zitten erop. Ik vind dat als ik ze net op heb, dat ik altijd een beetje het verschil dat ze een beetje anders zitten. En daar heb ik een goed trucje voor. En ook om ze mooi in elkaar te laten blenden met mijn eigen wimpers. Dat is namelijk deze mini wimperkrultang van AliExpress. Waarschijnlijk hebben jullie dit al vaker gezien bij YouTubers, maar dit werkt gewoon echt heel erg fijn. Wel een beetje voorzichtig mee zijn natuurlijk, maar ik gebruik het als volgt. Ik pak de buitenkant meestal eerst beet en daar druk ik hem op elkaar. En dan ga ik steeds verder naar binnen toe. Zodat hij op een gegeven moment eigenlijk helemaal doorloopt in mijn eigen wimpers. Zo blijven ze ook gewoon het beste zitten, maar zo ogen ze ook gewoon het meest natuurlijk. Zeker als je nu naar dit verschil kijkt, zie je dat ik hier duidelijk wimpers op heb. En hier moet je echt een beetje kijken van, zijn het nou nepwimpers? Zijn het nou geen nepwimpers? Dus zeker bij Instagram foto's en echt close-up ooglooks, dan zie je het echt op het moment dat je er nog een soort van gaatjes doorheen ziet. Zoals je dat hier ziet. Zo, en nu zijn ze dus mooi om elkaar overgelopen en nu ziet het er een stuk natuurlijker uit. Je kunt er nog voor kiezen om daarna mascara op te doen. Ik vind persoonlijk het niet handig. Want de mascara gaat op een gegeven moment natuurlijk ook op de nepwimpers zitten. Dat droogt op en op den duur wordt dat gewoon niet mooier. Dus daarom doe ik het liever van tevoren. En juist omdat ik dan met het wimperkrullertje gewoon het echt tegen elkaar aan kan duwen, blendt het gewoon heel erg seamless in elkaar over eigenlijk. Het enige wat ik nog mascara ga aanbrengen is aan mijn onderwimpers. En mocht ik een hele volle wimper op hebben, deze zijn natuurlijk nog redelijk natuurlijk, kies ik er ook nog wel eens voor om kleine plukjes aan te brengen aan de onderkant. Maar in dit geval ga ik gewoon mascara opbrengen. En dan is dit hoe de wimpers er uiteindelijk uitzien als ik ze helemaal heb aangebracht en erbij gemaakt heb zoals ik het liefste draag. Dus dit zijn de Nora wimpers van Queen Tarji. Zo, dit is dan de uiteindelijke look als ik de wimpers op heb zitten. Dit is dus hoe ik mijn nepwimpers aanbreng en wat mijn tips en tricks zijn om dus dit effect eigenlijk te krijgen. Ik draag niet heel vaak nepwimpers, dus echt voornamelijk voor looks en voor Instagram foto's. Maar ik vind deze persoonlijk wel erg comfortabel. De Queen Tarji wimpers zijn super mooi natuurlijk en lijken ook echt gewoon op echte wimpers. En daardoor zijn ze ook niet zo zwaar. En dat vind ik vooral heel erg fijn. Ik zal nooit iemand zijn die elke dag wimpers draagt. Maar als ik je een paar wimpers zou moeten adviseren, dan zou dat absoluut de wimpers zijn van Queen Tarji. Deze video is niet gesponsord, was het maar waar. Maar het is wel absoluut een favoriet merk momenteel op het gebied van wimpers en ook wimperlijm. Ik heb dus de nieuwe Brush On Less Adhesive getest van Queen Tarji in deze video.
En ik moet zeggen, ik vind hem wel echt heel erg fijn. Nog even een kleine tip tussendoor. Je kan met deze beter niet al te lang wachten, want hij is dus fast drying. En daardoor is hij lekker sticky eigenlijk als je ze gelijk gaat aanbrengen. Dus wacht gewoon heel even, wapper even een keer met je pincet en plak ze dan op. En dan zitten ze echt als een huis en gaan ze ook geen kant meer op. Er zit ook castorolie in, dus het is ook nog wel eens verzorgend voor je wimpers. En dat is natuurlijk echt gewoon super. En zoals je ziet, het droogt helemaal transparant op. Ik heb geen vlekken of strepen naar de hand. En het zit gewoon super comfortabel. En ja, het heeft toch echt een beetje die glamour look die een nepwimper toch echt toevoegt aan je make-up. Dat was het. Dit is weer de video over hoe ik mijn nepwimpers aanbreng. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk even je een duimpje omhoog als je blij bent dat ik ook eindelijk hier een video over heb gemaakt. Vergeet natuurlijk niet om op de rode abonneerknop te rammen en ook lid te worden van de Shark Enemy familie. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's en zo mis je eigenlijk niks. Dan zie ik je heel erg graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!